Ja, daar sta ik dan 40 jaar later. Mijn vader, en hoe ouder ik word, hoe meer ik aan mijn vader denk, maar daar hebben we het niet over, vond het op een ogenblik tijd dat ik eens naar het concertgebouw ging. En toen heeft hij mij een plaats op het podium in het concertgebouw gegeven, voor mij gekocht. En dat heeft hij heel bewust gedaan. Dat heeft hij gedaan omdat hij dus dacht, als je nou ziet wat al die instrumenten doen, dan luister je beter. En ook kijk je dus de dirigent in zijn gezicht. Dat is waarschijnlijk de oorsprong geweest van mijn gedachte, dat als je nou een zaal moet maken, dat was dus deze zaal, dat je dan niet alleen goed moest kunnen horen, maar vooral ook goed moet kunnen zien. Ik heb de combinatie van zien en horen op dat moment in mijn hoofd gekregen. En toen kwam je eigenlijk vanzelf terecht bij het idee van een theater. Dus het zou dus niet een opgefokte bioscoop moeten worden, maar het zou als het ware het idee van een theater moeten hebben.